Hi, goeiedag weer. Hier weer een nieuwe aflevering met Your Next Level Life met mij, met Petra Juliano. En ik ga het dit keer hebben over sales funnels. En wat zijn nou eigenlijk sales funnels? Waarom zou je ze inzetten? Wanneer kan je ze inzetten? Wie zou ze kunnen gebruiken? Dus daar wil ik heel graag over hebben, omdat er zoveel misvattingen zijn over überhaupt wat een sales funnel is. Een sales funnel is in feite in mijn beleving uiteindelijk een manier om sales te genereren. Daarom heet het ook een sales funnel. Is om een klant te krijgen aan het eind van een soort tunnel, een funnel te krijgen. Dat je kan verdelen in drie belangrijke stukken. Het is eigenlijk is een sales funnel, vind ik, eigenlijk wel zo'n beetje, is een beetje een gek woord. Want in feite is het een, als het goed is, een content marketing strategie. Dus eigenlijk is een sales funnel onderdeel van een content marketing strategie. En die content marketing strategie kan, meerdeels bestaat die uit drie onderdelen. De eerste is de brand awareness. Het tweede deel is de lead generation. En het derde deel is de conversie. En dus je hebt dus brand awareness, lead generation en de conversie. Wat ik veel zie om me heen is dat veel ondernemers die fout maken om niet alle drie de aspecten goed te benaderen. Dus ze willen heel snel naar de sale. Een soort van dat je iemand tijdens je eerste date meteen gaat vragen of hij of zij met jou wil trouwen. Wat ik heel veel om me heen zie. En wat ik ook heel veel om me heen zie, dat zijn ondernemers die heel blijven hangen in het brand awareness gedeelte. Het is belangrijk bij een sales funnel, bij de opbouw van een sales funnel, dat je eigenlijk het begin met het einde in gedachten. Dus wat wil je uiteindelijk gaan bereiken? Wat is je doel? Welke sales, wat ga je verkopen? Welke dienst, product ga je verkopen? En wat is nou het verhaal daarnaartoe? Het verhaal daarnaartoe, dat is echt een heel essentieel verhaal bij een sales funnel. Het gaat om de story in je sales funnel, in je content marketing strategie. En het is daarbij belangrijk om aan te sluiten in die story van je sales funnel, waar jouw klant op dat moment staat. Dus in welke context, situatie bevindt zich nou jouw klant? Ik werk nu zelf niet zozeer met ideale klanten, ik werk meer met een bepaald type klant. Die zich in een bepaalde situatie, context bevindt. En die neem je mee in jouw content door die funnel. Nu zijn er eigenlijk duizend en één manieren om zo'n sales. En er wordt ook van alles beweerd van, ja, je moet het op die manier doen. Kijk maar, ik heb nu echt de ultieme methode van de sales funnel. En nou, dus echt geneuzel. Veel belangrijker is dat je die drie aspecten goed in de gaten houdt en jezelf goed realiseert dat je gaat aansluiten op het bewustzijn, zou ik bijna willen zeggen. En daar bedoel ik niet iets spiritueels mee, bedoel ik mee waar zij zich van bewust op het moment dat jouw publiek, jouw potentiële klanten, jouw content gaan lezen. En dat is ook wel interessant, omdat je dan natuurlijk ook qua content heel creatief kan zijn. En met verschillende invalshoeken kan inspelen op waar jouw klant zich bevindt in hun bewustzijn. Of zou denken dat hun probleem is. Of beseffen ze überhaupt wel dat ze een probleem hebben. Of weten ze, kennen ze jouw product al. Dus dat heb je goed in de gaten houden, in welke fase ze zich bevinden. En met die content kan je dus gaan spelen op waar ze zich bevinden in hun reis naar waar je ze mee naartoe wil nemen, natuurlijk naar het kopen van jouw dienst of product. Dat is even een globaal verhaal, was wat nou echt een sales funnel is. En voor wie is een sales funnel bedoeld? Iedere ondernemer. Ik werk ermee zelf mee met startende ondernemers. Dan werkt die wel weer wat anders dan voor ondernemers die soms al een paar ton doen. Ik heb een paar klanten die doen al een paar ton per jaar. Dan is die funnel wat anders opgebouwd. En dan kan je ook meer investeren in Facebook advertising, sowieso meer in advertising. Dus dan kan je een ander soort funnel opbouwen als je natuurlijk net start en nog niet zoveel geld kan investeren. Dan zou ik niet zo ingewikkeld gaan zitten doen. Dan kom ik zo nog wel even op. Wat dan wijsheid is qua simpelheid en ingewikkeldheid ook heel. Maar goed, dus daar zit wel verschillen in.
En maar dit een sales funnel kan ook dus voor hele grote bedrijven. Het kan ook voor een multinational, kan ook een sales funnel hebben. Alleen dat zal weer vanuit andere contentstrategie ingezet zijn dan van een eenmanszaak. Dus dat is belangrijk om te beseffen. Waarom zou je het inzetten? Nou, de onderliggende gedachte om het in te zetten, een sales funnel, is dat je jouw klanten eigenlijk. Ja, zijn twee, ik denk twee aspecten. Want het heeft heel erg te maken met de zogenaamde no-like trust. Dat ze je beter leren kennen, waarderen en gaan vertrouwen, zeer zeker. Maar tegelijkertijd wil je ze meenemen in waar zij nu staan op hun reis. En waar ze dan uiteindelijk naartoe willen gaan. Dat zijn dan de verhalen die daarbij belangrijk zijn. Waarbij je hen meeneemt van, nou, ik heb nog niet zo'n idee. Ik heb er daar en daar misschien last van. Maar ik weet nog niet waar ik naartoe moet. Qua oplossing. Hoe breng je hen dan naartoe? Welke verhalen zijn er dan daarbij belangrijk? Dus dat is waarom het zo belangrijk is. Dus en tegelijkertijd bouw je ook op die manier ook heel erg je expertstatus op. Als je natuurlijk via die verhalen goede content dat gaat neerzetten. Content is blogs uiteraard heel erg belangrijk, maar het gaat niet zozeer om een blog, het gaat dus om een contentstrategie. En bedenk bij een blog dat je ja, daar iets van. Je kan beter minder blogs schrijven. Dus je kan, het heeft bijvoorbeeld zin één keer per 2 weken of één keer per maand, ja, minimaal één keer per maand doen. En dan dat je, ik zou denken aan een blog van 1000 tot 1500 woorden voor op je site. Want dan neem je mensen, dan dat wordt beter geïndexeerd door Google. En dan neem je ook mensen naar via veel dieper werk dat je biedt, veel diepere expertise die je aanbiedt, neem je mensen mee in je verhaal. Daar raken ze ook veel eerder overtuigd. Dus het is ook een goede sales funnel, oftewel goede contentstrategie, vergt echt wel flink wat werk vooraf. Maar eenmaal de structuur opgezet, eenmaal de bouwstenen in handen, kan je daarna gaan als een speer. En dan worden ook bijvoorbeeld zaken zoals een lancering voor jou veel en veel gemakkelijker om dat te gaan doen. Anders is dat wat ik vaak verneem, is dat. Oh ja, ik heb een nieuw product, een dienst bedacht. En ja, of ik heb dan en dan een workshop. En ja, en dan beginnen ze vaak veel te laat daaraan om mensen duidelijk te maken dat dat eraan zit te komen. Dat ze die dienst of product hebben. Dus je hebt echt een planning te maken. Dus een sales funnel is maar een klein stukje van het totale marketingplan. Zo zou je dat kunnen zien. Je kan nooit een goede, effectieve sales funnel hebben als je niet eerst een goed marketingplan hebt. Dus het is een goed marketingplan nodig. En daarin bouw je dus een contentstrategie voor de verschillende sales funnels. Dat is de juiste aanpak. En dat ga je ook het meeste geld opleveren. En dat is wat je wilt. Je wilt dat mensen heel erg enthousiast worden over wat jij, de waarde die je hebt te bieden. Dat is wat je heel graag wil over de bühne wil brengen. Dat is waanzinnig interessant. En daar zal je een goed verhaal over moeten gaan neerzetten. Ik krijg ook wel eens de vraag, ben even aan het kijken welke vraag ik ook over binnen heb gekregen, ook over sales funnels. Ja, dat is iedere ondernemer. Ja, daar heb ik net al iets over gezegd. Ja, dus voor iedere ondernemer, of je nou een product verkoopt of een dienst hebt. Hè. Soms is er nog wel eens een verschil tussen van, goh, moet ik nou. Maakt dat voor uit? Stel, ik heb een webshop of ik heb tastbare producten. Nou, dat maakt niet uit. Daar is ook een goede contentstrategie, oftewel die sales funnels daar binnenin, zijn ook zeer zinvol, ook al heb je een tastbaar product. En daarnaast is het natuurlijk heel geschikt voor als je kennis verkoopt en dus ook wel een dienst aanbiedt. Zijn er voor- en nadelen? Heb ik ook een vraag gekregen. Zijn er voor- en nadelen aan een sales funnel? Nou, gelijk wil ik dan een soort van nadeel. Ja, is het een nadeel dat je het van tevoren moet inplannen? Ik weet het niet. Ik vraag me dat af. Maar dat zou je als nadeel kunnen ervaren dat er flink wel wat werk aan vooraf gaat. Wil je een echt effectieve sales funnel voor jezelf gaan neerzetten met de juiste bouwstenen?
Ja, dat vergt echt wel wat werk. En dat zou je als een nadeel kunnen zien. Dus het gaat niet even vanzelf. Ik ga hatsaflats even iets in elkaar zetten. Van, wat je vaak hoort, want daar zou ik nog op terugkomen. Is van, nou ja, ik ga een gratis weggeven doen. Of ik ga een challenge doen. En dan, hartstikke idee, kijk mij daar nou eens klanten binnenhalen voor hetgeen ik aanbied. Ja, ik zal niet zeggen dat in sommige dingen dat best kan werken. Maar vaak, het is maar een tactiek, hè? Een challenge. Ook een sales funnel is maar een tactiek. Het zijn allemaal maar tactieken. Het gaat veel meer dus om de onderliggende strategie goed voor ogen te hebben. En die drie stappen erin die ik benoemde, die brand awareness, lead generation en conversie. En hoe je dat allemaal aan elkaar verbindt, dat is wat echt belangrijk is om neer te gaan zetten. En dat ja, heeft misschien als nadeel dat je daar goed over na moet denken en echt goed moet inplannen binnen je marketingplan. Zodat het gedegen is en dat je niet alleen een business bouwt voor om nu even snel klanten binnen te halen, maar dat je een constante stroom van klanten gaat krijgen. Dat is wat je wil. Dat je continuïteit hebt in je business. En daar kan een sales funnel ondersteunend aan zijn. Zo zou je moet het eigenlijk. Zou het kunnen zien. Nou, voordelen, heb ik al wat dingen over genoemd. De voordelen zijn van een sales funnel, is natuurlijk expertstatus groeit, dus de aantrekkingskracht op jouw brand gaat groeien. Ja, goed, je gaat meer klanten krijgen, meer geld verdienen. Dat zijn echt een aantal belangrijke zaken. Wanneer zet je een sales funnel in? Heb ik ook een vraag. Wanneer zet je nou een sales funnel in? Nou ja, dat kan constant zijn. Kijk, het hangt er een beetje vanaf hoe je businessmodel in elkaar zit. Ik heb klanten die doen lanceringen op gezette tijden, bijvoorbeeld 2 of 3 keer per jaar. Soms 1 keer per jaar. Ik heb ook klanten die continu iets aanbieden. Dus een sales funnel kan iets doorlopend zijn. Je hebt alleen van tevoren te gaan nadenken. Oké, maak een planning, dus liefst je half jaar tot 1 jaar vooruit. En ga al neerzetten wat je dan wil gaan verkopen. En daar kan je dan die funnels, die contentstrategie op gaan bouwen, op gaan enten. Dus dat zijn de manieren wanneer je het dus gaat inzetten. Ik zou een aantal voorbeelden geven van sales funnels. Ik had al iets genoemd, de zogenaamde simpele sales funnel van gewoon gratis iets weggeven. Het kan ook zijn dat je start met een gratis Facebookgroep en daar content in gaat geven. Een gratis befaamde gratis weggever. Maar ik werk ook veel met B2B bedrijven. Dus dan zijn gratis weggevers ook case studies of een white paper. Het hoeft ook niet zoiets geënt te zijn. Het kan ook zijn dat je iets betaalt in jouw sales funnel, in jouw contentstrategie. En dat kunnen natuurlijk blogs zijn, maar dat neemt niet weg dat je op weg naar de uiteindelijke sale, dat je daarin dingen al begint te verkopen. Want dat publiek dat al iets uitgeeft aan bijvoorbeeld van alles maar €5 of €17, €25, €37. Daar maak je ze al warm voor iets wat je misschien voor high-end wil gaan verkopen. Dus je ziet dat je daar zoveel creativiteit. Het kan ook zijn dat je iets juist voor een low-end product verkoopt eerst. Dat kan ook midden in sales funnel. En daarna pas een aanbod doen voor een langer programma of zo. Dus je ziet, ik kan daar zo mee spelen. Ja, een sales funnel is ook een event. Het is ook een sales funnel. Weet je, het sales funnel. Kan ook al zijn dat je naar een netwerk gaat netwerken. En dat zijn de mensen die zijn geïnteresseerd in wat je doet. En dat je hen een gratis gesprek aanbiedt. En in dat gratis gesprek ga je hen je programma, je misschien een high-end product aanbieden. Ja, dat is ook een sales funnel. Dus, maar goed. De reguliere sales funnel bestaat dus uit het bouwen van heel veel, met name online content. Maar het kan dus ook, je zou het ook kunnen dat je ergens een gratis presentatie doet. Dat is ook content, hè? Dus dat is, dat,
Ja, je ziet dat het niet iets standaard is. En wat belangrijk is, dat je binnen die contentstrategie, dat er een verhaallijn is. Hè? Dat je jezelf introduceert, dat je het probleem introduceert waar mensen mee zitten, waarbij jij als voortdurend de gids bent, waar je hen mee stap voor stap meeneemt. En het is puur vanuit storytelling. En binnen die storytelling zou je ook een gratis weggever kunnen doen. Die had op een CP website staan. Die zou misschien binnen je e-mail marketing kunnen zijn. Dus er is niet echt één weg naar Rome. Ook belangrijke bouwstenen, dat je goed nagaat wat je in je verhaal verwerkt. Van wat weet je potentiële klant nu eigenlijk? Wat ervaren ze eigenlijk nu? Wat is hun ultieme doel? En wat is nou eigenlijk het kernprobleem? Hè? Wat is nou echt het onderliggende probleem? En hoe los jij dat nou op dat geen symptoombestrijding is? Hoe voelen ze zich net voordat ze ja, in aanraking komen met jou? Hoe ziet die situatie dan eruit? En hoe ziet die situatie eruit daarna? Ze hebben dingen wel eens geprobeerd en zijn ze daarin gemislukt? Wat is er dan gebeurd? En wat geloven ze? Hè? Misschien dat werkt helemaal niet voor mij, want ik ben zo uniek, ik moet een speciale aanpak krijgen, bla 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 bla. Wat hebben ze dan allemaal te doen om voor elkaar te krijgen, om voor elkaar te krijgen in hun leven, werk, relatie, bedrijf, wat dan ook natuurlijk doet. En welke waarde bied jij dan daarin om dat voor elkaar te krijgen? Waarom ben jij de juiste persoon? Waarom is dit product, deze dienst nou het juiste wat je doet? Wat zijn de waarden van de klant? Welke persoonlijke waarden hebben zij? Welke persoonlijke waarden heb jij? En waarom zit er specifiek de juiste oplossing die je nu biedt? Zijn er bezwaren? Misschien zijn er dingen die hen nog tegenhouden. Zijn er misschien nog andere opties waar ze naar kijken? Nou, het zijn allemaal ook belangrijke bouwstenen die ook allemaal in je contentstrategie, oftewel in je sales funnel, die het ondersteunt, de contentstrategie ondersteunt, kan gaan verweven in hetgeen je brengt. Dat kan in die challenge zijn, dat kan in je blog zijn, dat kan in je webinar zijn, je video. Het maakt niet uit. Het principe is steeds hetzelfde. Dat is dus in feite sales funnel. In je salesgesprek, dat er gelden deze dingen ook voor die ik net noemde. Nou, ik denk dat ik je flink wat ideeën heb gegeven om met jouw sales funnel aan de slag te gaan. En besef dat je eerst dus een marketingplan maakt. En dan ondersteunt met sales funnels. En dat je er heel veel ideeën uit kan halen. Mocht je vragen hebben, je kan natuurlijk mij stellen. Stel ze hieronder. En ik kom dan uiteraard terug op jouw vragen. En dan geef ik antwoord op jouw vragen. Heel erg bedankt weer voor het kijken en tot de volgende Your Next Level live show. Tot ziens. Hai, hai, hai.